eigenlijk een verhaal vertellen van Wolfgang en Ysbrand. Die als twee gewone jongens in Dorenstad geboren werden en uiteindelijk als grote helden werden geëerd. Het verhaal begint in Dorenstad en het jaartal is 850 na Christus. Als het gaat sneeuwen, krijgen we de grootste ellende. We hebben geen geld. Dat weet je toch? Jij zou kunnen proberen om eens een opdracht aan te nemen. We moeten alle eindjes aan elkaar knopen. Zo kan het niet langer. Goedemorgen, Wilfijn. Wat kan ik voor je doen? Nou, ik wou eens even wat laten zien. Wat zou een Rijnschipper uit Keulen nou aan mij willen laten zien? Nou, daar kun je best wel eens mee van. Kijk. Alles van een opkoper als Keulen. Wel zeker. Heb je het goud getoetst? Ja. Hoe kan nou een juweel van het Hof van de Keizer terechtkomen bij een opkoper uit Keulen? Ah, je moet je vergissen, Adelwin. Ik vergis me niet, Betta. Maar kom, iedereen moest gemaakt uit de hele Dorenstad. Vikingen, hoe kom je daar nou mee? Het is waar, de Vipula voor Smelten. Vipula? Wie is dat? De Vipula is een Vipula dat Adelwin ooit heeft gemaakt. Adelwin verzint niet zomaar iets. Ja, jij begrijpt het tenminste en jij hebt jouw reden. Vlug, ga Ysbrand waarschuwen en waarschuwen samen de hele stad. Ysbrand, wat is het? Kom mee, de vikingen komen. Maar ik leg het je allemaal weg, maar kom op, mijn vader. Vader, de vikingen komen. Vertelt hij zelfs van de Fibula. En Zijf, zoon van Ulf, de raadsman van de machtige Rorik Haraldsen. Deze mensen hebben mij goed behandeld. Niks doen. Terug hier, terug! Zoek jullie? We gaan. We hebben geen tijd voor meisjes. We gaan de wagen doen. Ysbrand, moet je zien wat een prachtige meisje. Ik zie. Ja, jongen, ben je echt? Hoe kom je hier? Kom, dan neem ik je in mijn armen. Maar dat gaat niet. Er zit alles tussen. Geef me je handen. Hoe is het een beetje? En dat is Wolfgang. Wie is die kerel met die capuchon? En dat meisje daar? Dat lijkt wel een vikingmeisje. Dat gaan we je straks allemaal vertellen. Alleen moeten we je eerst even hieruit krijgen. Kun jij dat regelen, Joop? Ik niet, maar mijn mannen misschien wel. Mannen! Het is te goed plan om maar snel weg te gaan. Dan stel je voor dat de wachters erachter komen dat ik ontsnapt ben. En waarom je? Zie je kans om met ons mee te gaan? Heb je daar geen zin in? Natuurlijk wil ik dat. Ik vind als je ergens aan begint, dat je dat helemaal moet afmaken. Ga dan net als mee, Jan. Zoek een schip met ons. Zal je naar de haven brengen? Daar moet je afscheid nemen. Ik
Ik wist niet dat er meisjes zoals jij bestaan. Zo mooi. Zo dapper. Ga toch met me mee. Nee, Wolfgang, het kan niet. Je weet dat het kan. Maar waarom dan niet? Ik heb het hele avontuur meegemaakt. Welkom in Dorenstad, Ludwig. Fijn dat je er bent.